Goedendag en welkom allemaal. Vorige week heb ik u de knopjes laten zien van de dasbloekplantjes. Nu zijn de bloemen er al. We beginnen ook deze week weer met het melen van onze wildkruidenpluk. Wat Frank Radder doet voor u speciaal. Dus dat gaat nu van start. Tevens wil ik het met u hebben over het begin van de visdraadwier. De hardlopers onder de wieren. Samen met Jan Kruijsen gaan we er een mooi seizoen van maken. Uit de Oostschelde. Robert Blanc, uit Frankrijk. Hij levert alleen aan wie hij ze gunt. Heel bijzonder. Wat ook heel bijzonder is, is dat elke bos heeft een naamkaartje. En deze bijvoorbeeld heette Danielle. Dat is zijn dochter. Wat heel erg leuk is om te weten, is dat ze dunnetjes hebben, filet. Ze hebben middenmaat, demoiselle. En ze hebben hele dikke extra large en die noemen ze bourgeoise. Voor elk wat wils. Super smaak. Het is nu aspergesseizoen, dus we willen graag voor u alles beschikbaar hebben wat er voorhanden is. Dit zijn de Pasen, daar gaan we weer mee beginnen. De korenaar laat nog even op zich wachten, maar het begint heel snel. Wat natuurlijk ook erg interessant is om te weten, is dat de zomertruffels, het officiële seizoen, nu van start gaat.